Goedemorgen, Andy. Goedemorgen, Matthias. Goedemorgen. Zal ik eens beginnen met de intro? Wie ga eens krijgen? Doe jij eens een intro. Oké, okay, dit is de... Negende opname. Wij moeten er echt nog heel veel doen. Hè? Na deze... Het zijn er 37 in totaal. Maar 28. En als je ziet hoeveel snippets dat wij al gedeeld hebben, want wij verdelen de sociale kanalen onder ons... Mm-hmm. Hoeveel dat ik al ingepland heb op YouTube, op Instagram, ga op TikTok, Facebook. Mm-hmm. Dat is echt al een berg dingen, hè. Het is bijna een tweede job. Maar serieus. Heel blij dat ik geen job heb. Dat ik hier wat tijd aan kan besteden, momenteel. Want anders had dat niet gebolwerkt geweest. Nee, voilà, kijk. Maar ik ben blij. Uw tutorials van uw montage, videomontage nog, dat zou nog goed zijn. Hoor. Ja, maar ik ben ook aan het volgen. Ah, kijk hoe... Bij de vorige hebben we altijd al gezegd van, zijn we al geweest, zijn we niet geweest. Ja, ik ben er doorgereden. Op richting Noorwegen. Ah, ja. Om dan de ferry te pakken, ergens aan Noord-Denemarken. Ja. Mm-hmm. Dus ik ken het niet zo goed. Okay. Ik wou vorig jaar er wel eens op retret gaan, zo 4 weken daar gaan werken en wonen. Duur? Ja, een van de redenen waarom ik het niet gedaan heb. Maar dat is zo, als je dat dan opzoekt, Airbnb, waar dat je dan kunt gaan wonen of zo. Ik wou dan niet in de stad gaan wonen, maar... In de natuur, dat is echt zo, uitgestrekte uitzichten, dan een huizenke, een velden, en gewoon heel veel, ik gok ook heel veel wind, en dat haat ik, wind. Ah ja, oké. Okay. Maar echt wel heel uitgestrekte velden en landschappen, en dat sprak me wel aan. Maar, dus tot op heden enkel nog maar doorgereden. Kleine anekdote. We waren in Kopenhagen, en... Ja, zo met een gids, zo een 100% Kopenhagen gids voor zo door de stad met zo'n wandelroute. Zo. En er stond in een van de dingen, ja, je moet zeker en vast de plaatselijke specialiteit eten. Wat dat is in Denemarken? Geen idee. Smeurbrood. Smeurbrood. En je moet dat eten bij Ida Johansen. Ik wil zeggen Ida Johansen of Andersen. Ik zoek het 2 seconden op, want het is belangrijk voor het verhaal. Ida Kopenhagen... Smeurenbreud. Het is Ida Davidsen. Ida Davidsen. Je moet daar bij Ida Davidsen moeten gaan eten. Dus ja, we wandelden ook. We passeren daar. En dat zag er supergezellig uit. En ja, we gaan er binnen. En ja, we zeggen dat tegen de mensen. Maar kijk, we zijn toeristen. We weten dat niet zo goed. Wat moeten we doen? Je wandelt er voorbij een toog. En er ligt allemaal brood. En op dat brood ligt van alles op. Maar ja, hoeveel van dat brood bestelde, is dat... Bestelde je 3 bokens? Bestelde je 10 bokens? Ik weet niet van niet. En dat mijn gezegd, ja, als je dat niet gewend bent, een 3 à 4 is het maximum dat je moet nemen, want het is redelijk dingen. En, ja. En we krijgen zo de kaarten, we bestellen zo wat van die boterhammen. Maar er stond nergens geen prijs op. En sindsdien zal ik nooit nog ergens gaan eten, als je niet weet op voorhand wat dat kost. Want dat was echt, we hebben 4 boterhammen en een cola gedronken en we hadden €100 de man kwijt of zo. Dus Ida Davidsen, het was een ervaring, het was lekker, maar zet je fucking prijzen op je kaart. Ja, zet de mensen wat minder af. Voilà. Ik heb ooit als kind, we waren aan het spelen in de tuin bij vrienden, maar echt een leeftijd van pakt 10 jaar of zo. Mm-hmm. En het was al donker aan het worden in de tuin, het was een redelijk grote tuin. En het was al donker aan het worden. En dan hadden we er niet beter op gevonden dan rond te lopen in de tuin. Dat er zo 2 mensen waren die dan met een darts mochten smijten in de donker. En dan zo... Ja, was de bedoeling dat we dan iemand raakten? Waarschijnlijk niet. Hè? Het was de bedoeling dat we dingen ontweken. Maar ik weet nog dat er een dartspeler echt hier in mijn schedel was gelodged. Hier, hè. Dat ik zo naar als moeder zijn gestapt van, hey, kun je er eens uithalen, alstublieft? Zo. Echt. En zie je dat nog? Nee. Nee, je ziet dat niet. Maar fucking wakko als kinder. Echt stomme kinder. Stom kind dat ik was. We dachten dat dat een goed idee was. Dat was ongelooflijk. Voilà. Darts en kinderen. Het gaat niet samen. Oh, mannetjes. Studio Brussel riep gisterenochtend. Kijk even. Gisterenochtend, 24 februari. San Marino heeft zijn deelnemer bekendgemaakt. Het is Eiffel 65. Eiffel 65. Dat zijn die toch van Blue, hè? Nee. Ja, Blue, dat we die hebben gedaan. Ik zit dat gewoon opzoeken en dat is absoluut een bullshit. Ah, dat is niet waar. Dat kan waar zijn, maar dat is misschien nog wat toekomstmuziek. Dus, San Marino,
Hoeveel inwoners heeft hij? Dat is een stadstaat, hè? Ja, niet veel, hè. Ik denk 11.000. 36.000. Oké. Oké, 36.000. Een deftige Belgische stad is dat. Er is ook een wedstrijd om deel te nemen voor naar Eurovision te gaan. Er hebben 1.000 inschrijvingen waarder. Wat ik al veel vind op 36.000 inwoners. Maar er zijn ook wel Italianen die dat zo in het zevende knoopsgat van San Marinese bloed hebben. En die mogen dan ook deelnemen. Dus 1.000 inschrijvingen. Er zijn er nu nog 100 van over. En 1 van die 100 is Eiffel 65. Dus... Die komen uit San Marino. Of Italië, hè. Ja, tegen het zee, hè. Maar het is dus nog niet zeker dat die gaan. Het kan, en de kans is misschien wel groot, omdat dat een bekende groep is. Maar op deze moment staat dat nog niet vast. Dus, Studio Brussels, get your facts straight. Oké. Maar, echt wel... Mensen zijn daar wel heel, heel hard mee bezig dan. Ze zijn wel geen... Allee, 1.000 inschrijvingen op de 36.000. Dus 1 op 36 mensen daar, ja. Oké, en een beetje Italianen dan, mm-hmm. Die vinden het wel de moeite waard om mee te doen. Dus in elke familie is er wel iemand die zich ingeschreven heeft voor... In elke fucking familie in San Marino is er wel minstens 1 iemand... Je kan altijd heeft, iemand kennen. Of die zich heeft ingeschreven voor het Eurovision. Het is ook echt een Eurovision land. Het is part of Italy, dus part of de stadstaat, maar het gaat er wel echt leven. Okay. Voor het leven. Ik weet niet of ik Blue Dabadie, dat ik dat eigenlijk wel een goed nummer vind. Ik vind dat echt... Ik kon dat als kind ja. Helemaal van baten zingen. En ik zong dat ook op weg naar school op mijn fiets. Ik zong daar het volle borst mee. Ik vind het echt een bangelijk nummer. Nu heeft David Guetta dat geremixed. Ja. Yeah, I'm good. Ah, ja, ja. And I'm feeling alright, ja. Ja. Wat mijn kinderen ook heel graag meezingen, want dat is ook een liedje dat op het einde van de Smurfenfilm, het betoverende dorp, komt. Okay. En ze vinden dat ook super tof, want er komt fucking in. Ah, oh. Yeah? Okay. En dan fucking en dan mogen zij dan natuurlijk niet meezingen. Enkel papa mag dan meezingen. Maar dan moeten ze wel altijd heel erg lachen als ik op het einde van de Smurfenfilm komt er een liedje met fucking in. Nee, nee, komt die remix in, maar ik denk dat fucking er wel uitgehaald is. Oef. Maar in de radioversie is dat fucking er wel. Okay, ik vind ze altijd heel grappig. Oké, goeie film trouwens. Mijn kinderen moeten er altijd heel hard mee lachen. Ja, heel goede film. Heel goede film. De Smurfenfilm. Maar hij was al een influencer daarvoor. En dat gaan we ook terugzien in het nummer. Want het nummer... We hebben geen live performance. We hebben een clip. En je videoclip. Gaat, videoclip, ja. En je gaat het ook wel... De clip voelt langs alle kanten influencer aan. Het is precies of het is opgenomen in zo'n Smile Safari. Ken je Smile Safari? Nee, ik ken dat niet. Smile Safari zijn ze van die plaatsen die dat ze zo ergens bouwen. In shoppingcentra of in culturele huizencentra. Waar dat je dan als influencer naartoe kunt gaan voor dan wat chique foto's van je te laten trekken. Zo met gele achtergronden, met van die spiegels. Met zo. Ja, dat ziet, dus dat is ongetwijfeld dat soort foto's al eens tegenkomen. Oké. Dus ja, ik denk dat liedje het echt wel goed gaat doen. Mm-hmm. Maar het is nu niet echt super speciaal of zo. Allee, en ik heb de vorige aflevering met Kroatië natuurlijk wel afgebroken dat het niet te speciaal moet zijn. Maar dit is echt wel heel basic. Basic goed. Het ding als popnummer, hè? Ja, voilà. Klopt. Mm-hmm. Dus oké, ça va. Punt. Zang 7, dus liedje plus zang 7. Act. Het is een videoclip, maar ik ga ervan uit dat hem ook met heel veel kleur en wolkjes gaat werken. Eens dat hem op dat podium staat, want dat was de vibe, dat videoclip. Dus act ook een 7. En dan kleedt hij gewoon zijn sweater precies en zijn jogging aangedaan. Dus pak dat 5 is. Dan zitten we aan 19, dacht ik. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Maar allez, zeker eerste kolom. Als het door... Sowieso finals, hè. Dit ja. Is sowieso finals. Finals en dan eerste kolom, denk ik. Maar... Het gaat geen liedje zijn dat je in het gaat niet een van de landen zijn die meezitten in die laatste puntendeling om te zien wie dat de winnaar is. Nee, het gaat wel heel duidelijk zijn dat die het niet gaat worden.